een dame aanraken op een verkeerde manier. Wat, hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. X on the beach! Yeah! Ik heb niet gedacht dat reageren op dingen op YouTube zo leuk kan zijn. En zo vaak bekeken wordt. En zo massaal goed wordt ontvangen. Ik had het echt niet gedacht. Een aantal video's geleden ging ik reageren op X on the Beach. Je weet wel, het programma waarin er geneukt wordt. En dat is het eigenlijk. En er komen wat mensen uit de zee. Ik ben Tim, 36 jaar, ik sport me zeur. Ik ga de meeste me gek maken. En in de vorige video kwam ik er gewoon niet doorheen. Ik kwam er gewoon echt niet doorheen. Dus gaf ik jullie de onmogelijke taak om 30.000 duimpjes omhoog te geven op de video. En zoals je al kan raden, is dat gelukt. Ruimschoots. Meerdere duizenden eroverheen. 40, 5, hoeveel is het? Dus ben ik genoodzaakt om weer terug te duiken in de wereld van X van de Beach. Dus ik dacht, doe maar gewoon mijn shirt uit. Om gewoon meteen in de stemming te zijn. Weet hoe het gaat, hè? Of niet dan? Hè? Is goed. Toch? Eh, lekker toch? Gewoon zo. Hé, je blijft van meisje af, mafkees. En hoe kun je nou beter beginnen met het kijken naar beautiful people? Dansende mensen op een boot. Eén dik feest, ik wil nog meer billen zien, ik wil alles zien. Hi, Dennis, the one and only. Mr. Womanizer. Ha, ta, ta. Jullie kunnen je wel herinneren waarschijnlijk van de vorige video waarin ik even met Dennis ging facetimen. Yo! Yo! Oké, doei. We zijn matties nou. Het is zo leuk om eens even weg te zijn, even uit die villa. Ja, want ik heb het zo fucking zwaar. Oh mijn god, ik moet de hele tijd in een villa zitten. En er zijn allemaal mannen om me heen. En er is gewoon onbeperkt drank. Ik ben zo blij dat ik daar even weg kan. Deze festa is Lady! Oké, dames, even wel even een quoteje van jullie. Kun je even iets zeggen wat cool klinkt of zo? Deze vissa is Liddy! Nee hoor, helemaal niet weg van de drama. The tablet is back! Ik vind de reactie echt goud. De manier waarop deze groep kijk even goed. Deze guy. Aantocht. Welke tank of welke Shakira komt ons verblijden? En gaat dit hele programma nog onoverzichtelijker maken? Want ik snap er helemaal niks van. Kijk al deze mensen. We zijn bij aflevering 4 en er zijn al 10 mensen in het spel. Ik snap helemaal, ik weet niet meer, ik ken alleen Dennis. Ik kon het echt niet aan. Ik las bijna in mijn broek gewoon. Je moet hier niet aanstellen, man. Volgens mij heb ik de lastige situatie. Ik kan op dit moment geen echt bij hebben. Er komt iets aan. Oh my god. Dit is zo heftig allemaal. Als je mijn video zo zou editen, welkom bij een nieuwe video. Vorige keer hebben jullie 30.000 duimpjes gehaald. En wat betekent dat? Nou, dat ga ik jullie eens even uitleggen. Het wordt lijp. Het wordt helemaal gek, joh. Wat een gekke angst komt aan. Die guy die die boot bestuurt. Dit is gewoon zijn werk. Hij werd gewoon gebeld op een gegeven moment. Hey Gozer, ken je X on the Beach? Ja. Oké, krijg je $10 als je even aankomt varen? Ja. Ik ben Celeste, 22 jaar. Ben de ex van Lekisha, a.k.a. Coco. Lesbian! Ja. Oké, lang. 22. Ik ben 2 jaar ouder dan deze Piki Chong Chong. Weet je wat dat was? Maar dat was mijn woord voor gewoon knappe vrouw. Ik ben een heel zorgzaam type. Ik ben altijd blij. Altijd in voor een feestje. Altijd blij. Ook op een begrafenis. Ben je dan ook blij, Celeste? Als een familielid sterft, ben je dan degene die daar zo zit? Overleden iemand, ja. The one and only Piki Chong Chong is op date met meneer Witte Hoed. Als jij mij niet kiest, dan zorg ik ervoor dat je een goede tijd gaat vinden. Jij komt binnen, helemaal geen problemen. Ik krijg een heldin, jij krijgt een heldtijd. Sowieso vandaag en misschien een paar dagen, hangt vanaf wat ik wil. Oké. Als er iemand maffiabaas is, dan is het deze gast. Hé, beter kies je mij niet voor de heldin, anders krijg jij een heldtijd. Marques, nog iets meer wijn, alsjeblieft. Dank je. Ik krijg iedereen mee. Aardig. Dan ga ik je ook niet als een van mij mensen behandelen. Deze gast is gewoon een hele. Ze zegt iets maar en consequenties zijn voor jezelf. Consequenties zijn voor jezelf. Lynn en Alessio. You know what's gonna happen. Ze zei tegen mij, ja, als je wilt, dan kom je maar. En dan ben ik op naar haar slaapkamer gegaan. Dit is zo'n fucking emotieloze gast. Nu ben ik emotieloos. Fuck, dat ga ik niet eens doen. Ik ga het niet eens proberen. Zijn hoofd, hij praat de hele tijd zonder emotie. Toen is het gebeurd. Oké, Alessio, graag iets meer emotie. En toen is het gebeurd.
Oeh, sexy time, baby. Ja, ik verdraag die geur gewoon niet. Welke geur? Meneer verwacht gewoon dat ik iedere keer als ik met hem wil kussen, dat ik dan mijn tanden ga poetsen. Wat denk je dat ik hier door die fucking villa met mijn tandenborstel en mijn tandenpasta ga lopen? Er zou niks moeilijks aan. Ik snap er niks. Ze stinkt uit de bek, is dat het? We gaan weer over naar de Barbie en de Ken van dit hele programma. Namelijk eigenlijk de mensen waar het alleen maar om draait. Barbie en Ken, Belle en het beest. A.k.a. Olivia en Dennis. Dit klinkt alsof we naar een horrorfilm zitten te kijken. Alsof we nu op elk moment echt zo ergens in die kamer zo... Ah! Oh my god. Dag Maris. Olivia en Dennis het ruime sop kiezen. Terwijl Evan bakboord ernaast ligt. Ze pompen terwijl er iemand naast ligt. Ik vind de shots dat er gebankt, geponkiepong, getonkietankt wordt, vind ik eigenlijk te kort. Ik vind dat er uitgelegd moet worden hoe het was. Gewoon even een review. Hoe was de vrijpartij? Hoe was het, Dennis? Nou ja, die keer ging ik me eigenlijk niet zo goed. Dit is trouwens Dennis, dames en heren. Ja, nee, ik was elke avond wel redelijk dronken, dus ja, nee, maar meestal op een gegeven moment, het begin wist ik nog, het einde van het programma, maar dat hele middenstuk, dat kon ik gewoon niet meer plaatsen. Ja, jij hebt gewoon in het moment geleefd, maat. Dat moet ook, maar je kon ook naar huis gestuurd worden, toch? Wanneer word je naar huis gestuurd? Als je niet vaak genoeg domme opmerkingen maakt? Nee, als je niet nee, interessant de tablet bepaalde het gewoon. De tablet! Maak je echt zo'n geluid? Is het echt? Nee, ja, half. Hij wordt aangesloten op de muziekinstallatie en ze leggen hem oprecht wel gewoon stiekem mee. Ja, oké. Okay. Maar net als bij Robinson, dat je ineens dan een brief in een boom. Maar dan heeft de cameraman gezegd, hey, kijk even daarin. Ik deed alsof ik dood ging als die tablet af ging. Zo erg was het ook weer. Dennis vermaakt zich ondertussen uitstekend. Ja, ja! Tessa! Deed je gewoon weer estafette? Deed gewoon weer. Wow, die kop van jou. Jij denkt, oh, de camera staat er. Oké, gewoon lachen. Je bent nu gewoon goed bevriend met haar, zeker, of niet? Nee, het is echt, als je weet hoe het eindigt. Ik kan nog niet veel zeggen, maar ja, het is echt ongelooflijk. Wat wil je nou? Ga terugkijken, dat is super wat ik wil zeggen. Je hebt gezegd dat ik voor haar heb gekozen. En dat ik gewoon leuk ben met haar. En dat mijn opties openstaan als er een of ander gebeurt met haar. Ik snap er helemaal niet. Ja, maar ik zelf ook. Fuck is dit, gast? Ik heb nog gevoelens en ex en hier en daar. Dus ja, maar kijk, eigenlijk zeg ik precies niks. Zeg maar. Goed, ga terugkijken dan, Simon. Wat moet je doen? Doe nou maar aan, Tika. Ik ben niet zo goed. Ik kan het wel snel uitleggen. Het kwam er dus op neer dat ik, wat dus niet in te zien was in aflevering 3. In ieder geval, het ging van de een naar de ander. Dennis zit onder. Ik kan echt niet meer. Nou, luister, als er één ding is wat ik niet kan, dan is het dansen. Maar ik probeer het wel, weet je, daar gaat het om. Ja. Hey, weet je wel, dan groot dan is de eerste die toe gaat, ben jij. 1000%. Lekker hoor, even natte vingeren duwen. Toen ging ik nog met Tessa en Olivia beide, maar ik wilde hem aan Tessa koppelen, zeg maar. Maar dat gebeurde vanaf niet, maar... Het enige wat ik heb onthouden is natte vingeren duwen. Ja, warme appeltaart neuken, dat is bijna hetzelfde, hè? Hetzelfde gevoel. Even 10 minuten in de magnetron, dus je lekker warm, een beetje smeug, weet je wel. Gat in maken, precies hetzelfde gevoel. Ja, je moet wat. Wat geven ze jullie daar dan? Ja, dat is goed spul. Het goede shit. Maar het hoofd zegt gaat met Dennis. Nee, maar ik kom wel voor Dennis. Je komt voor Dennis? Ja, ik kom voor ik Dennis. Ik kom ook voor Dennis. Ja, oh, nou, dat is zo spannend. Hij is oh, zo ja. Geld. Ja. Ik wil ook wat jullie hier hebben gehad, wil ik ook, man. Ik wil het zo. Ja, maar dit is wel waar je punten mee scoort. Want dit is gewoon pure zelfspot. Er hebben echt weinig gasten die aan zo'n programma meedoen. Ja, als je gewoon jezelf bent, dan heb je ook zulke dingen, toch? Heel veel mensen zeggen inderdaad van, ja, lief, zo wil ik niet op tv. Dat is toch lachen? Ja, tuurlijk. Interesseert me ook echt geen reet eigenlijk. Ik dacht gewoon, we gaan gewoon lekker gezellig doen. Iedereen is zichzelf. Ja. En dat was dan wel tegenvallen, maar ja. Zijn de mensen fake daar? Dan? Niet allemaal. Maar wel veel? Heel veel. Ja, echt? Ja. Had ik echt totaal niet verwacht. Ze doen gewoon zich... Die spuit eigenlijk alle kanten op bij mij. Dat is vaker dat je alle kanten op spuit. Evan, maak een grap.
het gaat gewoon verder. Niemand. Niet verneuken. Ik heb eigenlijk wel echt zin in. Hij heeft echt wel zin. Ik had echt zin in. Alessio, ja. Alessio. Die heeft geen gezichtsuitdrukking. Alessio, die heeft. Of hij nou blij is, boos is, verdrietig is, hij kijkt altijd. Was hij ook echt zo? Ja, echt wel, ja. Mooi kunstwerk, jongens. Jij ziet er echt mooi uit. Weet ik? Die heb ik ook, ja. Evan moet zijn eigen cabaret, zijn theatertour aankondigen. Nee, is niet in het bakje. Dat moet jou veel te groot zijn. Als je elkaar gaat gewoon door, hè? Tyfus grote titel. Je kan er niet omheen, ja. Ook bizar, dat allemaal echt gewoon, dat het zo groot kan zijn. Ja, dat is puur natuur. Ik had deze chocola liever ergens anders ook wel gespuit. Nee, is een kaart! Dit had ik niet eens gezien. My name is... Weet je, vrouwen worden geil van chocola. Hoe die beats maken vieze, lip dan. Ja. Jerry? Die koffer! Nou, dankjewel, hè. Wat moet je niet zeggen op zo'n moment? Oh, bitch. Ja, kan je nog beter zeggen ja? Ja, dan kan je weten of ja of nee, maar niet ertussenin. Zij kijkt even naar de reet hier. Oh ja. Zijn jullie dat aan het doen daar nou? Ah, maar ik ga even kijken hoor. Ja, oké. Okay. Behalve Dennis, die zit nog met een volle bus. En na wat gespuit, ontvangt hij hiervoor van Jamie een stiekeme kus. En iets waarbij hij in ieder geval zijn riem voor los had gemaakt. Dennis! Je dacht, je hebt er even je riem laten zien. Oh schat, hè, ken je? Oh, ik heb een nieuwe riem gekocht. Ja, echt. Kijk dan, Armani. Kijk, eigenlijk wilde ik in deel 1 al alles bekijken, maar er zit te veel in. Weet je wat we gewoon gaan doen? Je had natuurlijk gehoopt dat je alles kon bekijken hier. Ja, dat maakt me op zich niet heel uit. Okay. Maar aflevering 8 is wel echt leuk. Dat is eigenlijk alleen maar Dennis, de hele aflevering. Fuck it! Willen jullie nou nog meer reactie op X on the Beach zien? Like dan even de video. Want bij 40, vorige keer was het 30, bij 40.000 maak ik een deel 3. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Dat bedoel ik.